In Den Druiten heb ik dan een woning gevonden, waar daar nog heel veel werk aan was. Via een sociale lening, maar we zijn nu ondertussen 14 jaar verder. Maar ik ben nog altijd nog maar op het eerste verdiep geraakt voor wat dat de verbeteringswerken betreft. Ik ben nu alleenstaande uiteindelijk. Mijn kinderen zijn buiten huis nu allemaal, alle drie. Al wat er nu kapot gaat, kan ik niet herstellen. Dus ik heb nu wel mijn eigen woning, maar de kosten die eraan zijn, kan ik niet dragen eigenlijk.